Dank u wel. Een vraag van mevrouw Jozef. Ik wilde de heer Grimwels wel graag vragen welke verbeteringen hij precies ziet aan de pensioenwet. En ik kan misschien even een voorschot nemen. U zegt bijvoorbeeld jongeren hadden in de bestaande uitkeringsregelingen die we nu hebben, zouden ze misschien geen pensioen meer overhouden. Maar het is juist andersom. In de bestaande uitkeringsregelingen hadden jongeren pensioen toegezegd gekregen en de pensioen houdt altijd waarde. In het nieuwe stelsel hebben jongeren een persoonlijk pensioenvermogen waarmee belegd mag worden met geleend geld, waardoor hun pensioenvermogen zelfs compleet negatief kan worden, wat dan nog net aangevuld moet worden tot nul. Dus bijvoorbeeld die beloftes aan jongeren zijn juist in het huidige stelsel kloppen ze niet. In het nieuwe stelsel kloppen ze niet. In het huidige stelsel hadden jongeren gewoon geld over. En de andere voordelen, u zegt net zelf, er is geen keuzevrijheid in het nieuwe stelsel. De meeste fondsen willen naar het solidaire contract. Er is geen keuzevrijheid gekomen. Ook de koopkracht, die is straks ver te zoeken. Er zijn pensioenfondsen die zometeen voor gepensioneerden dat geld willen invaren en dan gelijk beleggingsrisico gaan terugnemen voor de gepensioneerden. En bijvoorbeeld nog maar 20% in aandelen gaan zitten, 100% renterisico dicht gaan zetten. Daar haal je echt geen koopkrachtig pensioen uit. De inflatie wordt zelfs helemaal niet meer bijgehouden. Ik vraag me gewoon af, het enige wat het is geworden en waar de heer Grimwels net zelf tegen was, is dat het pensioen individueler geworden. Dat is volgens mij het enige resultaat. Ik vroeg me af of de heer Grimwels hierop kon reflecteren. Nou ja, voorzitter, een heel belangrijk voordeel van de nieuwe wet toekomst pensioenen is dat we afscheid nemen van de doorsneesystematiek. Die zorgt ervoor dat het geld wat jongeren inlegden in een pensioenregeling, dat zij daar minder aan hadden en dat deels door de oudere werknemers daarvan profiteerden. En dat zorgde er bijvoorbeeld voor dat als je de eerste 20 jaar in loondienst was en je dacht van wacht eens, ik ga het avontuur van het ondernemerschap aan, dat je als na 20 jaar halverwege de 40 dus uit een pensioenregeling stapt, uit een pensioenfonds, en je ging dat voor eigen rekening allemaal organiseren, dat je een dief was van je eigen portemonnee. En dat lossen we nu op. Dus het vertrouwen voor jongeren dat er in de toekomst iets overblijft, omdat in een vergrijzende samenleving met een flexibiliserende arbeidsmarkt, oneerlijke en niet meer te hanteren doorsneesystematiek, dat we daar afscheid van nemen, ja, dat is me dunkt een heel belangrijk voordeel van de wet toekomstpensioenen. Misschien, er is ook een andere visie mogelijk. De doorsneesystematiek. Ondernemerspensioenfondsen hadden nooit doorsneesystematiek. De premie was leeftijdsafhankelijk, want had een onderneming oudere deelnemers, moesten gewoon meer betalen, jongere deelnemers minder. De doorsneesystematiek was puur solidariteit tussen werkgevers in bedrijfstakken. En het zit dus niet zozeer in het individu. Nee, voorzitter, dat klopt. Er zijn tal van werkgevers die op die manier hun pensioen hadden geregeld. Dat zijn, uit mijn hoofd geloof ik, dat er 50.000 van dat soort pensioenregelingen zijn. Maar uiteindelijk zijn de meeste werknemers in Nederland zitten in een pensioenfonds. En een mooie traditie, waarin inderdaad al die risico's met elkaar werden gedeeld. Alleen in een vergrijzende samenleving met steeds meer flexibiliteit was dat geen houdbaar systeem. En is het daarom goed dat we de wet toekomstpensioenen met elkaar hebben aangenomen met hier geloof ik 93 van de 150 leden destijds en met 46 leden in de Eerste Kamer van de 75, waarvan nu nog een duidelijke meerderheid daarover is. En dat we die doorsneesystematiek hebben opgelost en op zo'n manier dat voor jongeren, met name voor alle deelnemers, er een vertrouwenwekkende stap wordt gezet. Ja. En ja, is deze stap zonder risico's? Nee, in een kapitaaldekkingsstelsel heb je altijd risico's. Ook in het huidige stelsel heb je het risico dat je de inflatie niet kan bijhouden. Dat hebben we de afgelopen jaren gezien. De indexatie kon eigenlijk niet plaatsvinden en die is toch toegepast door veel pensioenfondsen, eigenlijk anticiperend op het nieuwe stelsel. Want anders had het ABP bijvoorbeeld geen 10, of 11,7% kunnen indexeren, maar nul. Afrondend. Voorzitter, het pensioenfonds had ook meer kunnen indexeren als die minister gewoon de indexatieregels voor alle fondsen had versoepeld. Maar mag ik hiermee concluderen dat eigenlijk het enige voordeel volgens de heer Grimwels is de afschaffing doorsneesystematiek, maar dat hij ook net als ik zie dat er geen koopkrachtiger pensioen is, geen keuzevrijheid, niet meer transparantie, niet begrijpelijker. Dus dat er vrijwel geen voordelen zijn. Nee, dat is een totaal misplaatste conclusie, voorzitter. Er zijn meer voorbeelden, maar ik vind zelf, omdat ik begon met het verhaal van hoe ik als jongere dacht over pensioenen, en dat nu juist door het afschaffen van de doorsneesystematiek er voor jongeren weer perspectief ontstaat op een goed pensioen. Een ander voordeel is dat je ook meer recht kan doen aan het verschil van bijvoorbeeld de leeftijd van de deelnemers. Een euro van een jongere kan langer renderen, dus kun je ook meer risico nemen, omdat de kans op een keer een negatief jaar en een positief jaar, dat op langere periode eerder tegen elkaar
precaris weg te strepen, ja, dan als je op korte termijn kan beleggen. Dus, dank u wel. Kortom, er zijn zo, dat is nog een belangrijk voordeel. En ik kan nog wel even doorgaan, maar ja, dat mag niet van de voorzitter, geloof ik. U bent niet de enige die graag college geeft, mevrouw Jozef. Dat ziet u maar. Zo is dat. Zo is dat. Met plezier. Die van mij zijn wel beter, vind ik. Oeh. Ja. Ik laat daar graag de collega's over oordelen. Oeh, de toon is gezet. We gaan luisteren naar de heer Stultiens van de fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, dat wordt lastig. Ja.